Yes? Ja. Zou je iets kort kunnen vertellen over je functie? Functie. Nou, mijn rol, ik ben trendwatcher. Dus wat ik doe, ik kijk naar technologieën en ik probeer. Nini, op je plaats. Kom. Op je plaats. Ik ben trendwatcher, dus ik hou me eigenlijk bezig met allerlei nieuwe technologieën en de invloed die ze hebben op de samenleving. Dus ik ben al een hele tijd bezig. Ik ben begonnen met ICT, met PC's en netwerken. En daarna internet en daarna mobiel en AI en big data en blockchain en allemaal dat soort dingen. En dan kijk ik van, wat doet de overheid ermee? En hoe verandert dat eigenlijk de manier waarop we een overheid hebben? Wat doen bedrijven ermee? En wat gebeurt er met centralisatie of met mass customization? Of allemaal dingen die eigenlijk, en onderwijs en betalingen en de financiële sector, de logistieke sector, de gezondheidszorg. Dus ik ben een generalist die kijkt naar de invloed van technologie op de samenleving. De manier waarop we werken, waarop we ons zeg maar laten regeren en ook waarop we in de vrije tijd dingen doen. Hè? Dus alles met nieuws en films en dat soort dingen. Leuk. Ja. Ja, toch? Je bent altijd bezig met nieuwe Ja, een andere innovaties manier en zou je kunnen zo. zeggen, ik ben een bek op poten. Ik doe veel presentaties. Ik doe 100 presentaties en ik ben dagvoorzitter. En ik probeer, ik heb zelf dus ook een blockchain-congres. Het Blockchain Innovation Conference, die ik al 6 jaar organiseer. En daar proberen we te kijken wat is nou de invloed van blockchain op al die verschillende sectoren. Hoe noem je dat? Bek op poten? Een bek op poten, ja. Oké, ja, die naam kende ik niet. Nee, goed. Ik praat. Ik praat voor mijn, ik praat voor mijn werk. Hoe zou je blockchain beschrijven? Blockchain is een technologie die ervoor zorgt dat mensen met elkaar kunnen transacten. En een transactie kan zijn geld, maar het kan ook zijn toegang tot een medisch dossier. Het kan zijn een partij olie die je kunt track and trace. Het kan zijn of je iets of de reputatie van vlees of van kobalt. En dat je die kunt tracken en tracen door de levensloop heen. Ja. En dus het is een manier om transacties van waarde te doen met elkaar. En dan het bijzondere is dat het niet bij een of andere centrale autoriteit gebeurt, maar dat het een aantal computers zijn die met elkaar samenwerken en dat iedereen in het netwerk erover eens moet zijn dat die transactie ook echt plaatsvindt. En daardoor kun je dan een single source of truth hebben. En daardoor kunnen eigenlijk bedrijven met elkaar samenwerken en instellingen zonder dat ze elkaar heel erg, zonder dat ze elkaar totaal moeten vertrouwen. Je kunt eigenlijk met weinig vertrouwen kun je toch gewoon met elkaar samenwerken. Nou, dat is eigenlijk op een hele nieuwe manier van werken die een aantal jaren is, zeg maar, getoond. Wat weet u van blockchain in de zorg? Nou, ja, de zorg zelf, die doet redelijk weinig aan automatisering en er is weinig kennis over automatisering. Dus automatisering is ongelooflijk belangrijk in de zorg, want als het niet goed geregeld is, het contact tussen professionals onderling. En tussen professionals en verzekeraars en de instellingen als de ziekenhuizen en de patiënten, dan wordt het echt heel duur en heel vervelend. En dat is een constante struggle in de gezondheidszorg. En ze geven er iets van 3% totaal van de totale kosten aan uit. En ze hebben meestal afgrijzelijke gedrochten van systemen die heel moeizaam tot stand komen, vooral in ziekenhuizen. De huisartsen zijn wat dat betreft al veel efficiënter. En zo heeft iedere bedrijfstak de tandartsen zijn wel heel efficiënt. Dus er zijn heel veel verschillen in levels of automatisering. En iedere industrie heeft een probleem. Maar de zorg zijn allemaal mensen die helemaal bezig zijn met patiënten en met mensen. En daar is meestal een groot probleem om dat een beetje efficiënt te organiseren. Terwijl dat echt heel erg nodig is Ja. om gezondheidszorg goed te laten functioneren. Denk je dat dus blockchain daarvoor dus de oplossing is? Nou, blockchain is niet de oplossing. Blockchain is een oplossing voor een bepaald iets. Ja. Een van de dingen die belangrijk is in de gezondheidszorg is identiteit. Dat je heel makkelijk kunt bewijzen wie je bent. Nou, dat is een drama. Dat is echt een drama. Ieder ziekenhuis heeft weer pasjes. En die moet je met paspoorten aankomen, rijbewijzen. Nou, dat is natuurlijk echt een identiteit van likmevestje. Een stukje papier die je echt ongeveer kan kopiëren en uitprinten en dat is echt niks. Nou, dan heb je aan de andere kant heb je DigiD. Nou, dat is ietsjes beter, maar dat is eigenlijk ook een ramp. Want als je een beetje bij de buurman, als je bij de brievenbus kunt komen, kun je iemands identiteit
ongeveer jatten. En het is gewoon username, password. Het is allemaal niet echt best geregeld. Het is ook niet makkelijk. Dus identiteit is heel erg belangrijk, waardoor je dan bij de source kan komen. Ik moet als patiënt moet ik toestemming geven om, hè, dat ik van het ene ziekenhuis naar het andere ziekenhuis ga. Nou, dat is echt een drama. Daar heb je het landelijk schakelpunt, heb je daar een beetje voor. Maar dat zijn allemaal vrij minimaal functionerende zaken. En identiteit, om makkelijk je identiteit te bewijzen, zou blockchain iets kunnen zijn. Om op een gegeven moment toegang te kunnen krijgen tot je patiëntendossier. Zonder dat je nou weer een overheidsidentiteitssysteem zou hoeven te hebben. Of van een ziekenhuis A, B of C. Zou het kunnen zijn dat er een goed identiteitssysteem zou kunnen. Die op de blockchain gebaseerd is. Je hebt altijd bij blockchain. Is meer eigenlijk altijd het regelen van toegang. Een paswoord eigenlijk een beetje bijhouden op een intelligente manier. Want alle informatie staat allemaal op andere gecentraliseerde systemen. De blockchain is niet iets waar je informatie kunt opslaan. Maar blockchain is eigenlijk het leukste wat het eigenlijk heeft gedaan, is al die systemen die zachtzoemend achter het behang zijn, die back-office systemen die allemaal groot en traag en heel erg in zichzelf gericht zijn. Blockchain is een mogelijkheid om dat met elkaar op een andere manier te gaan organiseren. Iedereen denkt na van hoe zouden we nou eigenlijk, als we nou from scratch zouden kunnen beginnen, hoe zouden we nou zoiets maken? En hoe kunnen we blockchain gebruiken als een systeem om al die grote externe systemen een beetje makkelijker met elkaar samen te laten werken. En toegang toe te geven. Nou, en dat is zeg maar dat nadenken op een nieuwe manier. Dat is eigenlijk het leukste wat blockchain gebracht heeft. Want blockchain is een verschrikkelijk slechte database. Hij is langzaam. Hij kost veel energie. Helemaal nadelen. Maar het nadenken op een nieuwe manier van organiseren, dat je niet meer autoriteit A of autoriteit B gebruikt, maar dat je het met elkaar samen organiseert en dat competitors in een ecosysteem met elkaar regelen van hoe je nou toegang krijgt, dat is het interessante. Ja. Maar heb je dan over dat de patiënt dan ook weer zelf de regie heeft en dan... Weet ik niet, dat hangt af van... Kijk, blockchain is gewoon een stukje techniek. Ja. Je kunt transacties doen. En de uitgangspunten van... Stel dat je zegt, hey, de patiënt is de eigenaar van de data. Als iemand dat al zal accepteren, dat zeggen ze altijd wel. Maar dan kun je een systeem inrichten waarbij dat gebeurt. Ja. Je kunt ook zeggen, de professional is de centrum van de wereld. En die bepaalt alles wat er gebeurt. Kan je ook inrichten. Je kunt ook zeggen, het ziekenhuis is de baas. Of je kunt ook zeggen dat de verzekeraar de baas is. Dus blockchain heeft niks te maken met die politieke keuze. Je hebt altijd een politieke keuze hoe je nou een systeem inricht. Ja. Maar stel dat je zegt, nou, de patiënt moet toegang hebben tot zijn eigen informatie. Nou, dan zou je... En laten we alle ziekenhuizen, dat we een aantal ziekenhuizen met elkaar regelen. Dat er dan één systeem is waarop de patiënt toegang heeft met zijn identiteit bij ziekenhuis A, B en C. Dan zou dat geregeld kunnen worden. Dus nu is het zo dat ziekenhuizen vooral zeggen van jij mag onder die en die voorwaarden mag jij kijken in mijn systemen. En dus huisartsen mogen dat. En de huisarts zegt de patiënt mag ook kijken bij mij. En als ik informatie geef van de patiënt aan het ziekenhuis, dan moet de patiënt ja zeggen. Nou, meestal is dat een administratief gedrocht. Maar ze zouden dat in principe makkelijker kunnen regelen dat het voor een grotere hoeveelheid zorgaanbieders gedaan wordt. Ja. En dat iedereen dat accepteert. No. Maar dus niet automatisch. Blockchain heeft niks te maken van dit, die heeft toegang tot dat. Dat kun je daarmee inrichten. Ja. Dus wie dan eigenlijk... Oké, je kunt het inderdaad gewoon zelf maken van hoe je het dan zelf wilt. Ja, maar ja. Zelf maken zoals je zelf wil. Niemand kan in de gezondheidszorg zelf iets maken wat hij zelf wil. Een huisarts kan het voor zichzelf regelen. Maar die is dan zo, die kan al weinig, maar die moet een softwarepakket uitzoeken wat bij hem past. Ziekenhuizen kunnen het ook zelf regelen, maar die kunnen ook zelf niks maken. Dus die hebben keuze uit pakketten die er zijn. En dan heb je op een gegeven moment een soort overkoepelend systeem van toegang hebben tot informatie. En misschien zou je ook nog een systeem met blockchain kunnen maken. Wie heeft nou eigenlijk welke informatie gebruikt? Hè? Ja. Dat je dan kunt zeggen, hey, je hebt informatie hier bij het OVGZ. Welk andere professional in andere ziekenhuizen en ook bij het ziekenhuis zelf heeft dat gebruikt? Nou, dat zou je dan in een blockchain kunnen organiseren. Ja. En dat zijn mogelijkheden.
Maar dat moet je dan wel willen en mensen moeten samen kunnen werken om dat te doen. Wat bedoel je met dat laatste? Nou ja, je kunt natuurlijk iets maken dat... ik heb nu goed toegang tot 1 ziekenhuis als ik me daar aanmeld. Ja. Tot mijn eigen dingen. Maar als ik 5 ziekenhuizen heb, moet ik op 5 verschillende manieren moet ik mij bewijzen dat ik Vincent Everts ben. En dan kan ik die 5 soorten informatie kan ik apart opvragen. Ik kan niet zien of ze allemaal hetzelfde vinden. Er zijn 5 röntgenfoto's die bestaan op 5 verschillende plekken. En ik kan helemaal niet zien of die nou gelijk zijn. Laat staan dat de interpretaties over die röntgenfoto's hetzelfde zijn. Zouden ze allemaal met elkaar anders kunnen regelen, maar dat moeten ze wel willen. Ja. Maar in een ziekenhuis al iets willen, is al een onmogelijkheid. Alle ziekenhuizen bij elkaar, dat die samen iets doen, nou, dat wordt ook nog heel erg moeilijk. Er was op een gegeven moment een wettelijke verplichting dat er een landelijk patiëntenregister zou komen, dat iedereen een stukje van zijn informatie aan een landelijke instelling moest geven. Nou, dat is mislukt, hè? Dat heeft de Eerste Kamer toen afgewezen. In Estonia is dat wel. In Estonia hebben ze gezegd, alle officiële documenten, dus recepten, röntgenfoto's, alles wat, zeg maar, niet persoonlijk aantekenen, maar officiële dingen, die hebben we op één plek neergezet. Ja. En dan zou je daarmee de toegang, daarmee zou kunnen regelen, zou je dat via een blockchain kunnen doen, of via een systeem wat de overheid doet. Maar de blockchain is dan een mooi alternatief. Ja, maar goed uitgelegd, thanks. Oh, dank je. je had het eigenlijk over verschillende mogelijkheden al in de zorg, waarvan eentje van identiteit was en deels automatisering. Wat voor andere mogelijkheden zie je nog meer die je nog niet besproken hebt? Ja, identiteit, patiëntendossiers, toegang, wie heeft naar welke informatie gekeken en dan natuurlijk een belangrijk iets zou kunnen zijn geld, hè, dat je afrekensystemen hebt. Ja. Dus op dit ogenblik is alles met... euro's wordt dat gedaan. Nou, euro's zijn gevoelig. Die kunnen makkelijk gestolen worden. En daar moet je allemaal heel veel schotten tussen zetten en heel veel voorzichtig mee werken. Je zou ook een zorgmunt kunnen maken. Dat zouden de ziekenhuizen bij elkaar kunnen doen. Of alle zorgautoriteiten of ministerie. Die zou een zorgmunt kunnen maken, de euro. Ja. En zeggen, nou, binnen de gezondheidszorg gebruiken wij gewoon een... betalingssysteem, dat als je naar de dokter bent geweest en de dokter zegt, die persoon is geweest en de patiënt zegt, ik ben geweest, dat dan meteen betaald wordt, dat er dan automatische betaling plaatsvindt van de zorgverzekeraar naar het ziekenhuis. Ja. Dus als patiënt en professional en die daar een jaar hebben gezegd, dan vindt de betaling automatisch plaats. Dan heb je veel minder bureaucratie en je hoeft niet bang te zijn dat die euro's gebruikt worden om postjes om buiten het zorginstelling. Want die zorgmunt zou alleen maar gebruikt kunnen worden binnen de zorgprofessionals die, zeg maar, Nederland rijk is. Of die deze provincie rijk is. Dus kun je dus allemaal... Waardoor het veel minder interessant wordt om te stelen. Ja, dus, en dan kun je met minder veiligheid en meer automatische regels kun je gewoon alles voor elkaar krijgen. Dus betalingen. Dat is natuurlijk echt heel erg mooi. Nou, budgetten. Jullie hebben zelf aan een project gewerkt dat je het kraambudget, dat je dan hoeveelheid geld hebt. Nou, die geld kun je niet uitgeven aan supermarkten of andere dingen. Die kun je alleen aan kraamzorg uitgeven. Nou, dus dat is earmarked money. Ja. En dan heb je het hele transactiesysteem, wordt dan door die blockchain makkelijk gedaan. Hoeft niet allemaal via een zorgverzekeraar. Eigenlijk, ik krijg gewoon van de zorgverzekeraar een wallet. Er komt geld in. En ik kan dan zelf als patiënt betalen. Ja. Nou, dan heb je een heleboel bureaucratie die je daarmee vermijdt. Ja. Dus geld is een mooie, belangrijke. Nee, dat hebben ze inderdaad ook al bij Letje Leopard, hebben ze dat inderdaad ook al gedaan met de kraamzorg. Duits, ja. Dus denk je dat er ook door middel van dit proces, dat er dan ook minder fraude plaats kan vinden? Maar als je dus geld hebt wat heel erg geëermarkt is, wat alleen maar daarvoor gebruikt mag worden... Ja, dan is het voor 99,999% van de mensen niet interessant om 1 miljoen aan zorg-euro's te gaan stelen. Ja. Terwijl, als je gewone euro's gebruikt, is natuurlijk de kracht van de euro is dat die overal gebruikt kan worden. En dan wil iedereen het graag stelen. Dan kun je echt met veel minder bureaucratie kun je, werken. Überhaupt, als je dan gewoon ook zegt, hey, betalingen, die vinden plaats als dit gebeurd is, dat gebeurt. Als een patiënt heeft dit gedaan, de professional heeft dat gezegd, het ziekenhuis heeft goedgekeurd, bla bla, dan vindt die betaling automatisch plaats. Ja, dat is natuurlijk ook een enorme... is dat veel zekerder, hè, dat het dan alleen betaald wordt als het ook gebeurt.
ziekenhuizen hebben nu vaak gewoon dat ze een jaar later de rekening indienen. Die arme zorgverzekeraars en die arme ziekenhuizen, die hebben nu een gedrocht van een systeem waar ze dan afspraken maken. Hé, ik mag 250 miljoen besteden. Ik stuur elke maand natuurlijk een rekening van 20 miljoen. En 2 jaar later stuur ik nog ook wel even waar het voor was. Ja. Dat is natuurlijk echt gewoon, het is bizar dat we zoiets hebben. En dat zou dus eigenlijk, daarmee zou je dan dat 90% van de transacties automatisch zou kunnen verlopen. En dat je ook meteen meer, veel meer weet wat er gebeurt. Nou, dus dat zou een decentralisatie van het factureringsen het belonings- en het betalingssysteem zijn. Dat zou enorm kunnen helpen. Ja. Zijn er nog andere mogelijkheden die we nog niet behandeld hebben die je nog op kan noemen van blockchain in de gezondheidszorg? Ja, eens kijken wat zou er nou voor blockchain in de gezondheidszorg kunnen zijn. Nou ja, ik denk, dan moet je eigenlijk gewoon naar elk aspect even kijken van de gezondheidszorg. Maar ik neem een willekeurige niertransplantaties. Weet je wel, ik kan gewoon toestemming geven. Ik heb nu echt een of ander heel ingewikkeld systeem in een centraal register waarin ik zeg van ik geef toestemming om. Ja. Nou, dat zou dus dat register, dat is nu een centrale autoriteit met een bepaalde manier om erin te gaan. Als ik een identiteit heb die in de gezondheidszorg geaccepteerd wordt, dan zou ik heel makkelijk kunnen zeggen, ik geef toestemming voor dit. Dat wordt opgeslagen in een blockchain die alle partijen heel makkelijk kunnen gaan checken. Ja. Dan moet je wel privacy overheen gooien, dat alleen maar bepaalde partijen daar toegang toe hebben. Maar dat zou een simpel iets kunnen zijn. Je zou ook heel makkelijk kunnen zeggen van nou, we geven als op een gegeven moment het aantal transacties op de blockchain kunnen, dan zou je zeggen van nou, alle activiteiten die te maken hebben met hartfalen, daarvan mag anoniem al die informatie gegeven worden, de transacties, de resultaten van de transacties aan die en die en die. En je zou ook kunnen zeggen, hé, we kunnen patiënteninformatie kunnen we anoniem geven voor dit en dit gebied aan die en die mensen op basis van die en die regels. Dus je kunt voor wetenschappelijk onderzoek kan dat nuttig zijn, voor betalen, afspraken maken, dat er een blockchain komt van afspraken. En dat niet iedereen weer zijn eigen afsprakensysteem gaat zitten maken, maar dat je dan daar kan ook weer heel veel van leren. Er is een bedrijf dat heet Solve.care. Ja. Solve.care. Die is dat nu aan het toepassen. Die geeft dus iedere professional en iedere patiënt een wallet. En met die wallet kun je afspraken maken, kun je betalen, kun je zeg maar toegang hebben tot informatie. En die hebben dus nu een blockchain gebouwd, een heel zorgsysteem, maar en dan niet over de medische informatie, maar alleen maar over het organiseren. Bezoeken, wat duim omhoog, wat je ervan vindt, betalingen, dat wordt allemaal gedaan via hun systeem. En die hebben dus nu, die zijn zorgnetwerken aan het aansluiten. Dus ze hebben bijvoorbeeld 3000 doktoren die ze dan hebben daar in Oregon of zo. Hebben ze 3000 doktoren en 200.000 patiënten. En die hebben dan, al die patiënten krijgen gewoon een wallet. En als je dan een afspraak maakt met een zorgprofessional, dan kun je in die wallet, hebben ze ook meteen zo gezegd van, je kunt een Uber, je kunt een Uber nemen erheen. En dan wordt dat meteen met die zorgmunten, dan mag Uber, heeft toestemming om zorgmunten, zeg maar, te ontvangen. Ja. En voor alleen maar voor ritjes die naar het ziekenhuis zijn of die naar die zorgprofessional gaan. Nou, dan hebben ze dus heel makkelijk Uber-ritjes geïntegreerd en de betalingen daarvoor. Hoef je geen toestemming voor te vragen. Als jij naar een dokter gaat met Uber, dan mag jij dat gewoon declareren. Nou, dan wordt dat automatisch. Dat scheelt natuurlijk gigantisch in bureaucratie. Daardoor kun je heel makkelijk allerlei diensten aan elkaar rijgen. Dus dat is een mooi voorbeeld van een bedrijfje wat op een hele praktische manier het organisatorische en het betalingsgedeelte, het niet-medische gedeelte, probeert te optimaliseren. Ja. Nou, dat is een bedrijf van 100 mensen en dat is gedaan door iemand die heeft aan Obamacare meegewerkt. Die heeft dus die was ook CTO van Blue Cross, dat is een zorgverzekeraar. Zeg maar. Dus die kent de hele gezondheidszorg. Die weet hoe afgrijzelijk het is. Zeker in Amerika, is het nog erger. In Amerika, maar hier ook. Is ook vreselijk. Maar iedereen die in de gezondheidszorg zit, ja, het is eigenlijk gewoon van, het is een wonder dat het werkt. Ja. Ik vind het een wonder dat het nog zo goed werkt. Maar daar is het ook nog heel erg.
En die zijn nu bezig om dat in allerlei zorgnetwerken. En nu zijn ze geloof ik met de veterans bezig, de VA van Amerika. Dus die probeert dat op een hele systematisch gestructureerde manier, door iemand die dat gezondheidszorgsysteem ook echt kent en de ellende daarvan kent, probeert hij dat te optimaliseren. Ja. Dus zo zijn er honderden initiatieven die nu echt gewoon plaatsvinden in de gezondheidszorg met blockchain. En hoe gaat dat nou als je zo'n nieuwe technologie hebt? Hè? Laat die technologie, in 2015 begon Ethereum, 2016. De tools zijn nog heel primitief. Eigenlijk vorig jaar begonnen mensen het een beetje te implementeren. En zoeken ze naar blockchains die, enerzijds hebben ze allerlei private blockchains. Hè? Dus Hyperledger en Ethereum Enterprise. Daar kun je veel transacties doen die goedkoop zijn. Aan de andere kant heb je de publieke netwerken, de blockchain van Bitcoin, de blockchain van Ethereum. En er komen nu ook allemaal blockchains speciaal voor gezondheidszorg. Nou, het is nu nog een beetje echt totaal onduidelijk welke publieke blockchain gebruikt gaat worden, welke private blockchain gaat gebruikt worden, welke bedrijven er echt serieus mee bezig zijn. Dus het is echt nog helemaal aan de beginfase. Maar meestal duurt het zeg maar tussen de 7 en de 10 jaar in de gezondheidszorg voordat een systeem een beetje praktisch genoeg is, dat mensen erover gepraat hebben, dat de techniek goed genoeg is, en dan voordat het dan geïmplementeerd wordt. Dat duurt eigenlijk meestal makkelijk 10 jaar. Dus na 2020 dan pas gaan we misschien pas echt... 2025 verwacht ik dat je echt gewoon als patiënt gaat merken, maar zo'n Solvepoint Care die doet dat dan hier en die doet dat dan daar, maar dat zijn hier 10.000 of 300.000 mensen of... Een paar duizend professionals en daar en daar. En langzamerhand recht dat aan één. En dan op een gegeven moment gaan grotere organisaties eraan bezig zijn. En op een gegeven moment gaat zo'n VGZ zeggen van, nou, we hebben nu met die kraamzorg een beetje geëxperimenteerd. Nou, laten we nu eens even met iets anders experimenteren. En dan misschien zeggen we over 5 jaar, nou, we gaan nu echt een rol aangeven in het core systeem. Meestal vindt innovatie aan de grenzen, hè, iets heel kleins, doen we dan eventjes een experimentje. Een pilot, hè? Wij zijn het land van de pilot. En dan daarna denken ze een tijdje na en dan doen ze iets kleins. En dan nog iets kleins. En dan langzamerhand hebben ze meer vertrouwen. En dan raken de mensen eraan gewend. En dan wordt er iets groots. Maar dat duurt minimaal 5 jaar nog. Maar wij zijn het land van het pilot. Is Nederland het bekend omdat we alleen Nederland maar pilot is altijd studie... pilot. Ja, pilot. Altijd pilot. Ja, echt pilot. En implementeren, dan gaan we weer een andere pilot doen. Oh, dat durven we niet. Of hoe denken we dat? Nee, dat is echt, omdat alles is zo complex, dat je dan echt, moet je echt heel goed over nadenken. En dan moet je dan ook, een pilotje kan gewoon iemand gewoon, hè, dat kost dan 500.000 euro of 300, dat is makkelijk. Maar een echt iets serieus doen, nou dan ben je zo 5 miljoen kwijt. Nou, dat is ook nog wel te vinden in de gezondheidszorg. Maar dan moet je het oude systeem gaan veranderen. Nou, dat oude systeem, als je daarop drukt, dan gaat het daar kapot. Ja. Echt allemaal verbanden. Het is heel ingewikkeld om daar iets aan te veranderen. Dus het is een godswonder dat het werkt. Dus niemand probeert het eigenlijk gewoon te veranderen. Dus dat duurt echt een tijd voordat oude systemen aangepast worden. Dus wat meestal gebeurt is dat er iets heel nieuws... Als je iets compleet nieuws opzet, dan gaan ze het met de blockchain doen. Oude systemen, die blijven gewoon lekker doorwerken. Die blijven zo 20 jaar doorwerken, terwijl iedereen eigenlijk vindt... Wat een rampzalige technologie. Ja. Maar nieuwe systemen, die worden wel gebruikt. Bijvoorbeeld, nou, in de olie en gas is er nu op de Noordzee. Vinden nu allemaal. Worden de badges gekocht van olie in de Noordzee. En dan heb je veilingen en iedereen koopt dit. En normaal wordt dat dan gesetteld met euro's. En nu hebben een aantal bedrijven met elkaar gezegd, nou, dat moeten we op een simpele manier doen. Settled is betaald. Hè, die zeggen, nou, wij gaan nu een speciale Noordzee oliecoin maken en we gaan de betalingen onderling doen via de blockchain. Dat betekent dat $1, een euro op die blockchain, en als dat staat 400 miljoen, dat dan alle bedrijven bij elkaar zeggen, dat is ook echt 400 miljoen euro. Ja. Maar het is alleen maar olie, 400 miljoen euro. Weet je wat dat is? En dan zijn de voorwaarden waarop je het dan echt om kan zetten naar echte euro's. En er gebeurt een heleboel onderling. Nou, dat is nu 40% van de olie, wordt op die manier gebruikt. Wordt op die manier verrekend. En dat aan het einde van het jaar is 80%. Maar dat is een nieuw systeem. Als je nieuwe systemen opzet, kun je makkelijk blockchain doen. Als je oude systemen gaat moderniseren, nou, dan 5 jaar is niks. Ja. Maar denk je dat dat misschien ook een reden is in Nederland waarom automatisering misschien heel langzaam gaat? Omdat we dus nog oude systemen hebben? Ja, we hebben gewoon een heleboel oude systemen. En die werken nog best aardig.
Alleen verandering is gewoon moeilijk. Wij geven op dit ogenblik bijna 70% van het ICT-geld uit. Wat best wel aanzienlijk is. Hè. Dus het is tussen de 3 en de 10% van van inkomens van bedrijven. 10% bij technologiebedrijven die het heel modern zijn. 2% bij ziekenhuizen. Die geven er helemaal niks aan uit. En 70% daarvan wordt gebruikt om oude systemen in de lucht te houden. Dat het gewoon blijft werken. En 30% heb je dan nog, daar kunnen dan de oude systemen kunnen verbeterd worden. Of je kunt nieuwe systemen doen. Nou, meestal wordt er dan 5% van het ICT-budget aan nieuwe dingen gedaan. Zonde. Ja, maar ja, weet je wel, het werkt wel. Het is heel rationeel van mensen om systemen die nog werken, om dat maar zo te blijven doen en dan proberen het in de lucht te houden. Ja. Maar je hebt eigenlijk al wat negatieve dingen opgenoemd van blockchain, dat het langzaam is en dat het veel energie kost. Zijn er nog andere blind spots eigenlijk van blockchain? Ja, maar dat zijn eigenlijk gewoon daar vindt veel verandering in plaats. Hè. Dus blockchain, de Bitcoin blockchain gebruikt veel energie. De anderen die vallen wel mee. Dat hangt een beetje vanaf hoeveel. Als het echt iets populair wordt, gaat iedereen het gebruiken en dan blockchain. Bitcoin is de meest populaire blockchain. Er zijn ook allemaal bijvoorbeeld Ethereum. Dat is dus de tweede, de meest nuttige, die wordt het meest gebruikt in transacties. Die maakt nu de overgang van proof of work, dat is energie, naar proof of state. Dat je een reputatie hebt en dat je daar dan, en dan zou het 100 keer minder energie gaan gebruiken. Ook is het zo dat ze een andere manier hebben om te zeggen van als er 2 keer zoveel computers meewerken, krijgen we 2 keer zoveel transacties. Nu is dat zo, heb je 10 keer zoveel computers die meedoen aan de blockchain, heb je dezelfde hoeveelheid transacties. Nou, dat is natuurlijk niet handig. Dus dat zijn ze nu aan het maken. Dus de komende jaren komen er ook publieke netwerken die weinig energie gebruiken, die ook veilig zijn en die honderdduizenden transacties zeg maar kunnen doen. Dus dat is alleen maar een tijdelijk iets. De ruimte die je op de blockchain hebt, ook daar worden dingen in verbeterd. Grote debatten over de size van de blink. Een blockchain is een ketting van blokken. Ja. En in die blokken zitten transacties. En op een of andere manier heeft ooit eens een keer iemand gezegd, dat ding dat is bij Bitcoin 1 megabyte. En die moeten we zo klein houden. Nou, dat is een enorm debat geweest. En dat ding moet ook 10 megabyte en 100 megabyte en 1 gigabyte. En er zijn nu andere blockchains die dat zeg maar aan het toepassen zijn, waardoor je zo naar tienduizenden en honderdduizenden transacties kunnen gaan. Ja. Dus al die nadelen van energie, aantal transacties en dat soort zaken, en dat je er bepaalde dingen niet meer kunt doen, dat in de volgende 5 jaar lost het zich weer op. En dan wordt het langzamerhand geschikter voor meerdere dingen. Dus daar ben ik niet zo bang voor. En ik denk meer, wij moeten er ook, enerzijds is de manier waarop de blockchain werkt, wordt overgenomen door bedrijven, hè, dus Amazon en Microsoft en Google, die maken dat soort, dat je als je eenmaal iets hebt gedaan, dat je het kunt verifiëren en dat het nooit meer veranderd kan worden. Google die stopt dat in zijn eigen blockchain oplossing, ja, die niet veel energie gebruikt. Dus de manier van werking, die wordt op andere manieren gekopieerd. En aan de andere kant wordt de blockchain ook steeds krachtiger. Dus uiteindelijk dat je een database hebt waar iedereen toegang heeft tot een kopie van de data en dat je iets kunt verifiëren en dat er gewoon een transactie tussen jou en mij kan gebeuren zonder dat een derde partij daar toestemming voor geeft. Ik denk dat dat wel heel populair gaat worden in de komende tijden. Maar dingen gaan niet snel. Ja. Technologie gaat wel snel, maar mensen gaan niet zo snel. Organisaties gaan niet zo snel. Samenwerking tussen organisaties gaat nog veel minder snel. Wetten gaan nog heel erg traag. En zo'n heel ecosysteem, mijn god, wat kan dat lang duren? En de gezondheidszorg is een prachtig mooi voorbeeld van een ecosysteem wat best wel goed werkt. In Nederland werkt het best wel goed genoeg. Maar het zou veel beter kunnen, maar dat duurt even. Ja, vanwege die redenen die je dan net hebt opgenoemd. Je zei ook van dat de technologie nog heel veel punten heeft. Elk jaar. Elk jaar wordt het gewoon veel en veel beter. Zou je het dan aan kleine bedrijven dan misschien aanraden om toch nog even te wachten met implementatie van blockchain? Nee, met nieuwe dingen. Je kunt nu tegenwoordig bij Microsoft kun je gewoon een blockchain starten. En alles wat je nodig hebt om bij een blockchain te komen. Bij Google, bij Amazon, overal zijn nu tooltjes beschikbaar. En als je iets moet doen, bijvoorbeeld op een veilige manier een register opzetten. Van of nou patiënten met dit of dat, waar mensen dan anoniem
bij kunnen, of met een goede identiteit bij kunnen. En dat je op een gegeven moment iets kunt regelen van de een naar de andere. Dan is de blockchain een prima manier om nu mee te experimenteren. Ja. Experimenteer aan die edge. Doe ervaring op. Leer de tools kennen. En op een gegeven moment, als je dan een wat grotere verandering gaat doen, dan denk je al veel sneller na over dan in plaats van een gecentraliseerde database die door één persoon wordt gemanaged. Dan dat je iets zegt, nee, we maken iets waar gewoon iedereen die in het ecosysteem zit, die geven wij een node in het netwerk. En daardoor kunnen we dan zeg maar met elkaar afspraken maken hoe we die transacties doen. Dat is prima om nu mee te beginnen. Ja, oké. Okay. We zitten al een beetje aan het einde van het interview. Zijn er nog andere mogelijkheden die we niet behandeld hebben, waarvan je zegt van nou, die moet wel even nog even benoemen? Je hebt al best wel veel. Nou ja, dus even kijken. Ik organiseer dus een. Ik zal even zeggen waar wij met blockchain. Ik organiseer dat blockchain-congres. Hè? Ja. Dat is dan op 7 juli. En daar doen we drie dingen. Eén, allemaal productiecases. Van allemaal voorbeelden, zoals die olie. Maar auto's krijgen een digitaal paspoort. Iedereen krijgt eigenlijk, of iedereen in de werkelijkheid, of nou een patiënt is of een professional, die krijgt een digitale kopie in die en die wordt dan gemanaged met blockchain. Daar hebben we allemaal voorbeelden van. Ja. Tweede waar we over praten is, als je nou zo'n groepje bedrijven bij elkaar hebt die iets willen doen met blockchain, hoe maak je dan afspraken met elkaar? Je moet een consortium maken. En er wordt steeds meer aandacht aan besteed, want ja, wat stoppen we erin in die blockchain? Of wat, welke transacties doen we? Is dat geld? Is dat informatie? Is dat toegang tot informatie? Hoe maken we daar afspraken over? Wie betaalt voor de automatisering? Hoe bepalen we de regels van als we veranderingen willen toevoegen? Dat is eigenlijk gewoon dat je een samenleving. Je moet het met meerdere mensen doen. In een bedrijf die doet dat gewoon bij zichzelf en die definieert een beetje uitgangen naar anderen toe. Als je met competitors samenwerkt en allerlei mensen, dan moet je een systeem, een methode hebben om zo'n ecosysteem op te zetten. Dus dat is echt heel belangrijk, dat ze daar iets mee, dat ze daar leren om mee om te gaan. Ja. Dan krijg je nou een groepje bedrijven bij elkaar en regel je zoiets. Dus dat is heel belangrijk. En ten derde, blockchain is heel belangrijk met toegang. Big data, cloud en big data is heel belangrijk, dat die informatie die je dan met bijvoorbeeld medisch dossier, dat je toegang krijgt, maar die staat ergens anders met een of andere big data oplossing. En die staat steeds meer in de cloud. En ten derde, op het moment dat je dat hebt, dat veel partijen met elkaar samenwerken, heb je heel veel informatie en heel veel transacties, dan moet je ook daar trends in kunnen vinden. En je moet ervan dingen kunnen leren en je moet dingen kunnen voorspellen. En daar is AI is wel weer een hele handige manier. Dus die combinatie van blockchain, big data en AI, dat is wel een technologie-cluster waar steeds meer mensen echt gewoon naar kijken. En daar gaan we dan ook over mee bezig zijn. Ja, dat is dus ook. Jouw braas komt ook praten. En alles wordt uitgezonden, live op video. Dus op big19.com kan iedereen het gewoon volgen en alles staat daarna online. Dus dat zijn de onderwerpen die voor mij belangrijk zijn. Dingen in de praktijk die werken. Hoe organiseer je nou zoiets? En hey, hoe kunnen we nou eigenlijk, als je dan zoiets georganiseerd hebt, hoe kun je dan met machine learning en AI in die big data soep nuttige dingen kunnen terugvinden? Want uiteindelijk moet het leiden tot een betere gezondheidszorg, lagere kosten, makkelijker voor mij om toegang te hebben tot de patiënt, zorgen tot de patiënt of tot de zorgsupplier. En willen we ook eigenlijk gewoon dat die mensen beter met elkaar samenwerken. Dat ziekenhuizen en professionals en patiënten veel beter met elkaar samenwerken. En niet overal allemaal die hier heb je wat informatie en daar en daar en daar. En niemand weet het van elkaar. Er gaan zoveel mensen dood. Er gaan veel meer mensen dood omdat zorgverleners iets niet weten van de andere kant. Dan dat er iets gehackt wordt. Dat is veel minder een probleem dan het hacken. Is veel minder een probleem dan het niet samenwerken. Wel grappig, ik was bij een andere wereld, maar een congres over betalingen. Mensen doen heel veel problemen, mensen proberen heel erg veel fraude te voorkomen. We hebben allemaal systemen om te zorgen dat als jij iets wil betalen, dat dan jouw kaart geweigerd wordt omdat ze bang zijn voor fraude. Jij doet een betaling in Spanje. Waarom doe jij in Spanje? We weigeren jouw betaling. Ja. Maar 80%, voor elke dollar die er bespaard wordt aan fraude, worden er 17 dollars niet aan sales. Omdat ze het zo moeilijk maken, de betalingen, dat allerlei betalingen mislukkingen. Dus voor 1 dollar aan fraudepreventie hebben ze 17 dollar aan verkoop die niet doorgaat. Dus 17 keer zoveel.
Nou, datzelfde als met gezondheidszorg. Iedereen is altijd bang voor fraude en privacy en dat soort dingen. Maar de grootste problemen zijn de silo's tussen alle zorgverleners die niet goed met elkaar samenwerken en met hele krakkige, mikkerige systemen dingen naar elkaar toesturen. En dan hopen maar dat het goed gaat. Ik bedoel, ik had op een gegeven moment, je hebt dan het landelijk schakelpunt. Hè, die kunnen dan van de ene zorgverlener naar de andere kunnen ze dan een dossier sturen. Maar ik zat met een vriend van mij, die had zijn vrouw had kanker. En die ging van het ene ziekenhuis naar het andere ziekenhuis. En toen vroegen ze, de arts in het nieuwe ziekenhuis, mag ik even in jouw appje kijken en een fotootje maken van het patiëntendossier wat jij op jouw telefoon heeft. Om even te kijken of er niet allergische dingen zijn. Want tegen de tijd dat dat aangekomen is via de officiële wegen, is de patiënt al bijna of overleden of gezond verklaard. Ja. Dat is echt gewoon... Ja, het gaat belachelijk langzaam. Dat is echt heel erg. Ja, het moet echt veel beter. Ik had ook al begrepen in het ziekenhuis met MRI-scans dat ze gewoon met cd's zeg maar rondlopen om het zo rond te brengen. In het ziekenhuis zelf, ja. Ja. Nou, dus dat kan echt nog heel wat anders. Maar privacy is dan vaak, dat mag niet en dat mag niet. Dat veroorzaakt heel veel problemen. Ja. Dus als jij nu, hoe zou jij dan wel wat is jouw visie in het overhalen om die partijen dan wel te overtuigen van om wel mee te, om bij elkaar op tafel in ieder geval te zitten om misschien zo'n blockchain op te zetten? Nou ja, met hele kleine dingen, bijvoorbeeld een MRI-scan, dat je op een hele makkelijke manier zegt, we gaan de patiënt op deze manier identificeren. He, of het nou DigiD is, of met een blockchain, of weet ik veel wat. Maar dan moet de patiënt die moet heel makkelijk toestemming kunnen geven om dit document zeg maar, aan die te sturen. Ja. Nou, als je dat dan voor iets wat heel veel gebeurt, als je dat dan makkelijk kunt maken, dan kun je daarmee experimenteren. En dan kijken van, oh wauw, dat is echt... Iedereen wil altijd iets hebben wat voor alles werkt en alle omstandigheden. Maar doe kleine experimenten, he, kraamzorg, budgetten. Maar distributie van foto's, zeg maar. Ja. Ga daarmee aan de gang en probeer daar iets beters mee te maken. En dan laat zien dat dat echt kan. En dan maak het daarna beter en groter. Oké, nou, super. Ik denk, tenzij je nog iets op wilt noemen, zijn we denk ik aan het einde. Oké, mooi. Dankjewel. Jij bedankt.